Als je een muur gaat schilderen, dan is het heel wijs om van tevoren je muur voor te strijken. Maar nou is de vraag, moet je dan spachtelpoes ook voorstrijken? Nou, ik ga je vandaag wat meer daarover vertellen. Het komt uit een hele lange live-uitzending, maar de informatie is heel erg waardevol. Als je nou nog geen abonnee bent, zorg even dat je hieronder op abonneren klikt en we gaan snel van start. Rick Verleg zegt, John, spachtelpoets die voor de eerste keer gesausd moet gaan worden, gewoon twee keer sausen met goede saus of één keer voorstrijken en dan twee keer sausen? Prachtige vraag, want dit is een vraag die natuurlijk aansluit op wat we eerder hebben gehad, dat je de muren moet voorstrijken als je die kaal zijn geweest. Nou is er dus bijvoorbeeld door de stucadoor de muren glad gemaakt, spachtelpoets overheen gedaan. 5 jaar later, 6 jaar later wil iemand die spachtelpoets schilderen en moet je nu gaan voorstrijken. Nou, wat je hierin kunt doen is het volgende. Is de latex die je hebt, die je aan wil brengen, die pak je, een deel daarvan pak je natuurlijk, en die ga je verdunnen met 10% water, dat die echt even wat dunner wordt. Met dat gedeelte ga je hem de eerste laag helemaal aanbrengen. Dan kan hij zich goed intrekken en heeft hij een goede houvast. En de tweede keer, dan ga je hem gewoon vol in zijn volle massa van je latex, dan ga je de tweede laag aanbrengen. Je hoeft dus die spachtelpoets niet eerst nog voor te gaan strijken met een voorstrijk. Maar je kunt dat gewoon dus met je latex, de eerste latexlaag, één keer doen. En dan de tweede laag gewoon vol in zijn massa. Vonke AB zegt, voorstrijken Rick is goedkoop. Ja, voorstrijken is goedkoper, maar het voorstrijken daarvan, ik denk dat je beter, want als je één keer gaat voorstrijken, moet je alsnog twee keer latex aanbrengen. Dus dan heb je 3 laag gehad, dus dan ben je uiteindelijk duurder uit, want je hebt 1 handeling meer gedaan. Dus ik zou eerder toch 1 dun laag met latex doen en een echte laag. John de Tector die zegt, mij is geleerd om wat saus met de voorstrijk te mengen en dan gewoon het oppervlakte met een roller doen. Zo heeft het sausenoppervlak al wat kleur en dekt het gelijk na nog een keer met enkele de muurverfsausen. Wat vind jij daarvan, John? Dit is een hele goede vraag, omdat dit inderdaad in de praktijk gebeurt. Men gebruikt de latex die ze willen aanbrengen. Daar doen ze de voorstrijk in. Dat mengen ze samen. Gaan ze de eerste laag mee aanbrengen. En de tweede laag doen ze alleen met latex. Dat moet je niet gaan doen. Waarom niet? Omdat als je daarmee niet goed aanbrengt op je ondergrond, ga je allemaal glimmende plekken hier en daar wel krijgen. En daarmee ga je dat aan op je eindlaag ga je dat terugzien. Dus er wordt vanuit de fabrikant ook geadviseerd om dat niet te gaan doen. Dus mijn advies is om dat dan niet te gaan doen. Ja? Tim de Roos die zegt, hey John, ik heb ernaar gezocht, maar kan het niet meer vinden. Vind jij voorstrijk beter aan te brengen met een blokkwast of met een roller? Thanks. Deze vraag die heb ik eigenlijk niet helemaal behandeld in het laatste filmpje over het voorstrijken. Wel aangegeven dat ik liever met een blokwitter de voorstrijk aanbreng, omdat je namelijk de muur heel goed daarmee kan controleren. Maar een ander belangrijk punt die ik niet heb verteld, is als jij met een roller of met zo'n spuit die muur gaat voorstrijken, dan spuit je ook je schilderwerk daarmee nat. En omdat je voorstrijk doorzichtig is, zul je dat niet meteen gaan opvallen. Nou kan het wel doordrogen, maar nou zit het grote probleem. Op het moment dat jij binnen je kozijnen gaat schilderen en dat doe je met water gedragen, dan ga je in één keer, op het moment dat je de verf op je kozijn gaat aanbrengen, dan gaat die voorstrijk in één keer wat zachter worden
En dat ga je meteen in je verf weer terugzien. Dan wordt het een beetje wat kleverige gedeelte. En dan laat het eigenlijk al like zien dat je de kozijnen vies hebt met die voorstrijk wat je eigenlijk in eerste instantie niet hebt gezien. Dus alleen al om dat soort problemen te voorkomen, geef ik de voorkeur aan om dat voor te strijken met een kwast, zodat je ook dat soort punten mooi kunt controleren en wat netter kunt werken. Ik breng dus liever de voorstrijk aan met een blokwitter. In dit geval gebruik ik de blokwitter van Goudhaantje, de Futura variant. Wil je deze zelf ook inkopen? Dan vind je in de beschrijving de link waar je hem kunt kopen. Op die manier kan jij mijn kanaal sponsoren. Als jij fouten maakt bij het voorstrijken, dan kun je grote problemen krijgen als je de muur later gaat schilderen. Hier rechts in het scherm vind je een goede uitleg waar je op moet letten bij het voorstrijken van je muren. Bekijk die aflevering zodat jij geen fouten hoeft te maken als je de latex gaat aanbrengen. Abonneer je snel op mijn kanaal voor nog meer handige tips en geef me nog even een blauw duimpje en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!